Maar het is ook wel weer zo, als ik dan zo om me heen kijk, is het ook wel weer gewoon eigenlijk heel normaal. Ja, snap je wat ik bedoel? Het is natuurlijk. Mensen, ja. 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 Je voelt dat het ook normaler wordt. Per. Maar je denkt van tevoren, denk je meer van, oh wat apart, maar nu sta ik hier eigenlijk, denk ik eigenlijk, ach ja. Het blote lichaam als een betere manier van leven. Zouden Anne en Neil dat vandaag ook zo ervaren? In hun Adamskostuum in het museum. Ik hoop dat het geluksmoment komt. Ja, dat hoop ik ook. Het is toch niet het ideale lichaam. Het is een hele mooie vrouw, begrijp me niet verkeerd. Maar het gaat niet om fotomodellen perfectie. Het gaat om een vrouw te laten zien, helemaal ontspannen met haarzelf en haar naakt zijn en haar lichaam. En daar dus heel, ja, kalm mee om te gaan. Hoe voelt het nou om als vrouw naakt tegenover een andere vrouw te staan? Gewoon. Nee, gewoon eigenlijk. ik vind dat naakt zijn dus niet eens zo heel bijzonder. Maar ik vind het juist zo bijzonder dat dat zo echt lijkt. Het is echt ongelooflijk hoe echt het lijkt. Het is echt precies. Ja. Het lijkt op mij gewoon helemaal. Dat is, ik kan me met haar identificeren. Je kunt er dus naast gaan staan. Ja, ik ben een beetje langer, denk ik. Zo. Ja. Je benen. Zo. Armen laag in de nek. Handen laag. Nee, ik voel me nu niet per se sexy of zo. Een beetje ongemakkelijk, toch? Ja. Ja, is maar dat is wel leuk aan dat naakt zijn, vind ik. Dat met kleren aan ziet iedereen er perfect uit. Of kun je je op een bepaalde manier voordoen. En hier zie je gewoon dat iedereen imperfect is. En daarom prachtig of zo. Wat dit beeld ook uitdrukt is dat de huid is een zintuig. Ja. Het is een poort naar de buitenwereld. En als je elkaar nodig hebt en je doet dat op een blote huid, dan geeft dat communicatie en het geeft gevoel. Dus het gaat over nabijheid. Ja. Van die nieuwe preutsheid is hier in het museum weinig te merken. Bij deze mensen die oprecht heel gelukkig worden van in hun naki naar naakte beelden kijken. Wat is de toegevoegde waarde van hier naakt te staan, denk je? Om het dat een keer te ervaren. Ja. Of het inderdaad iets met je doet of niet. En? Nee. Het voelt wel heel lekker overigens. Het is wel gemakkelijk. Ja. Ik hoef niet na te denken of mijn broek wel goed zit. Of, ja, vrijheid om dit te kunnen doen. Dat is natuurlijk wel heel gaaf. Het liefste zou ik nog wel zo nog een koprol maken of een handstand. Dan, ik denk dat ik dan doe maar, mijn ultieme vrijheid Kijk. Hier voel. Weer een nest in te kletsen. Als jij daar gelukkig van wordt, dan wil ik dat wel zien. Ja, dat is toch lekker? Ja, dit is toch cool? Ja, dit voelt wel echt als vrijheid.